van heat 2. Eerste maas bij de divisie V. Chris Roo, die heeft op de onderhandel is in Mariska Vrees. Ook daar, zullen we een paar door. Die is kort. Mariska Vrees komt de Elster in. Zet de Wilsenwijter, die is rond. En we zijn allemaal achterin beginnen. Dametje uit Liesel. Is de volle ronde in deze tweede heat. Met afronden en deze 15 zit Wim Posma. Voor de afronden is die van Chris de Rol. Die op een heel gediend. Dus dat dan op 3. En dan gaat hij even drommel maar met de tweede derde rij. Komt dan volop aan de bak in die chicane op die derde plek weer terug te halen. Weer uit Goor en dit van de NLC Aarlen. Nog van Hildering. Van terug naar 4. Sintri Posma, Chris Rol. Krijgen we de afstand bij het 18 op de derde plek door van de Gerard de Jong. Chris Rol op 2, Jeremy Lamp naar 3, langs zijn bij de afronden en op die van 4 op 4. Daar was de afronden bij de keer van Haasma, Peter Haasma uit de Rijden. Afronden 51, Mark Wijberg, Engel aan het verdooien. Bos de laatste in de wedstrijd. Bos naar Bezel met opbouw van de voorsprong, 2 ronden op de raad voor. Dat komen er 15 van Sigrid Losma, Chris Rol, Jeremy Lamp, Gerard de Jong, Peter Vlaasma en de afgelopen van Jan van Eelderen. Achter 3, Kevin van de Zand, vlak aan de brand van de weg. Hier ook een beetje achterin. We zullen in de tweede en de kwalificatie nog volop aan de bak moeten. Leiden door, Posma, Rondamp, De Jong, Maasma, Hildering. En dat is dan alleen op de middenlijn op de van Jeffrey Jegers. En Rondamp, dat is deze ronde geen laatste terug. Laatste man in de wedstrijd, dat wil de route door. En daarachter in de Bombouwburg. En het zorgt niet voor Bob, niks voor dat onder de 15. Sigri Posma. Tweede plaats gaat aan naar Jeremy Nap met Chris Rol op 3. Peter Haasma, vorig jaar op de Jong Jochem, Eelderink en Jeffrey Evers. De 848 van Willy Snijders, Brands van de Vecht.